Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag start ik de Ik Kies Survival. Abonneer zeker op mijn kanaal. Ha, doe een duimpje omhoog. Als jullie zien ben ik hier. En abonneer ook zeker op het icon. Iemand anders, Jordi Nel. Oké, zoals jullie hier zien hebben, beginnen we met deze spullen. Want zoals je dit noemt, is dit een bonuskist. En een startup. En daardoor hebben we ook al potato's die we kunnen gaan planten. Eigenlijk komt het er gewoon netje een beetje beter. Beter idee. Piem. Alleen dan moet je wel altijd een beetje. En het voordeel van dit soort dingen is eigenlijk vooral. Ja, ik weet eigenlijk niet. We hebben dus ook een kaart. En op die kaart kunnen we allemaal dingen zien als we maar in de buurt zijn. Want voor de rest moeten we de kaart nog uitbreiden. En dat zien jullie ook zelf dichter bij het randje. Omdat het randje er niet meer is. Want dan ben ik eigenlijk weer dichter bij de overwereld. Maar dit vind ik zelf niet zo'n mooie plek. Ik vind dat gras is een beetje dood. En zelf vind ik dit ook echt een van de lelijkste boomsoorten. Maar dit is de Ik Kies Survival. Dat kan je ook zien. De Ik Kies Survival. Voor wat erachter voor staat is YouTube. Want natuurlijk. En we willen jullie trouwens meer Minecraft zien. Laat dat weten. AUB dan, tenminste. Maar als je dat niet wil, laat het ook goed. Dat vind ik mooier. Ik zie de bladeren een beetje dood. Kan ik je misschien een zeppelin van me krijgen? Ik blijf hier gewoon, denk ik, toch wel een blauw. Even hakken zelf. En ik weet dat dat een van de noobies is. Dat ik kan doen, maar. Oké, ik vroeg. Ik heb het niet heel wat met tijd. Ik heb er een. Ik ben hier weg. Ik vind het namelijk helemaal geen leuke plek om te zijn. Oh, ik zie hier een heel gebergte. Ik vind dat wel leuk om op een berg te gaan wonen misschien. Want de Ik Kies Survival is niet bedoeld om heel lang gewoon te gaan rondlopen. En een andere plek te gaan zoeken ofzo. Kijk hoe ver we de kaart al hebben uitbreid. Volgens mij, ik zie normaal gras. Als dat nog heel dicht bij de berg is, kan ik op de berg. Maar vlakbij normaal gras. Oké, nee, ben ik bang. Trouwens, voor dat normale gras. Volgens mij is dat daar gewoon al. Hier is de berg. Oh, nee, die berg zit daar. Ik denk dat ik geen huis hoef op de berg meer. Want, laten we de kaart in deze hand. Waarom hebben we hem de hele tijd gewoon in beeld? Terwijl we ook gewoon nog niks bij voor te kunnen vaststellen. Maar je hakt nooit met de kaart, geloof ik. Dat. En dan voel je te zijn. Dan gaan we of even naar de berg moeten. Kijk, we zijn toch nog dichtbij. Ik vind dit gras erg wat vrolijker uitzien. Waarschijnlijk is de berg namelijk ook gewoon dood. Ik bedoel, wie wil dat nou? Dat je woont bij donkere gras. Kijk, als je in een hele ingesloten woestijn. Zou ik nog wel op zich op een berg. Oh nee, dat zou van zand zijn. Daar kan je überhaupt geen dirt of hout vinden. Ik zal dan blij zijn met één dirtblokje. En dan, hoe heet dat? En een zeppelin. Want daarmee kan je. Ik zie hier niet echt een goede plek voor. Ja, een huis. Ja, zoals jullie zien. En nog batterij. Dat kunnen jullie dus ook. Zo opgelast. Dat zien jullie ook. Oh, en ik heb honger. Gelukkig heb ik twee verse broodjes. Tenminste, ik hoop dat ze vers zijn. Een bal. Ah, dat was niet vers. Totaal niet vers. Oké, die was heel oud.
Volgens mij was hij ook beschimmeld. Maar oké, daar gaan we wel in. Oké. Zullen we een mindje maken in dit? Het is een soort mini-bergje. Ik zou het niet eigenlijk een berg kunnen noemen. Zo klein is het, maar... We kunnen hier wel misschien een hele mooie... Ik ga het maken voor een mine. En dat is het. Drie steentjes. Ik vind gewoon echt zo'n pickaxe van hout veel te traag. Sticks. Maar oké, dit is weer het einde van deze video. Dus als je meer van de Icky Survival wil, ik hoop dat je die tenminste heel leuk vindt. Dus later.